We hebben vandaag drie mensen heel blij gemaakt die zich zeer hebben ingespannen voor de stad in de afgelopen 20, 30, 40 jaar. Willen de laureaten op het podium verschijnen? Sommigen vanwege hun beroep. Gerrit Raukens in de tuin in de Vreewijk. En Galit, die daar in het Oude Westen een Thai boksschool heeft. Die hebben blij gemaakt. En Hans Kombrink, eigenlijk voor zijn hele oeuvre in de afgelopen jaren. Maar met name voor wat hij heeft gedaan met Lantaarn het Venster. Geen daden maar woorden, passionaat, nou, te veel om op te noemen. Die mensen stonden vandaag centraal. Dat was een hele goede film van gemaakt, van al de mensen die ik net heb genoemd. Een hele mooi lied van Harry Jan Bus. Hans Kombrink is een groot bestuurder, maar al ver voor zijn pensioen was hij onbezoldigd bezig voor de stad veel terug te doen. Nou, we hebben natuurlijk de drie laureaten gehad. Maar daaromheen hebben we het Hofplein Rotterdam gehad met een prachtig lied. Stentje van Schubert. Toen ik het las dacht ik, oh jee, maar het werd prachtig gebracht in de Nederlandse tekst. De Paul Nijg-penning is genoemd naar Paul Nijg, een sociale ondernemer. In 1920, zeg maar ongeveer, dus zeg maar 100 jaar geleden, dus een tijd ver vooruit. En die penning gaat naar Rotterdammers die zich verdienstelijk maken voor de stad. Ieder op zijn eigen manier. De een via zeg maar, de sport, de ander via de natuur, de ander via cultuur, de ander via bestuur. Maar je moet wel meerdere jaren iets hebben laten zien. En dat je het ook meent dat je voor de stad het beste voor hebt. Dan krijg je de penning. Mag ik je vragen naar voren te komen? En het staat hier allemaal. Bijzondere gebeurtenis, Galit. Een man waar we allemaal van houden. Die belangrijke dingen voor de wijk doet. En we gunnen het hem ontzettend. Kijk. Het staat altijd voor je klaar. En als je hem nodig hebt, is het hier. Hij is gewoon verdiend. Punt. Hans Kombrink is een groot bestuurder. We staan hier bij penninghouders. Ja, jullie staan bij penninghouders. Maar we zijn hier vandaag voor Gerrit Raukens. Trots, man. Ja, ik ben heel trots. Ja, we hebben samen, zijn we bezig met Planet Care. En daarmee willen we het aardebewustzijn onder mensen vergroten. Dus ik ben eigenlijk ook de opvolger van mijn vader. Empathisch zouden zonder jou niet zijn, niet wie gij zijt, maar wat gij zijt. Ik ben Julian Gouwen en ik was hier vanwege mijn opa. Die kreeg de prijs, zeg maar. Want wie is je opa? Hans Kombrink. Hans. Galit is in het Oude Westen, een veilige haven voor de vrienden. Hij is voor elke kind. Het gebeurt niet iedere dag, zullen we maar zeggen. Het is een blijk van waardering. En dat waardeer ik zeer. Het is heel leuk om je voor de stad in te zetten. Net als heel veel andere vrijwilligers dat doen. En dan moet de stad het op grote schaal van hebben. Fijne kneepjes van respect. De fijne kneepjes. Ik ben echt trots op hem. Respect. Niet wie jij zijt, maar wat jij zijt. Niet wie je. Want je staat niet iedere dag met een Paul Nijg penninghouder op de film natuurlijk, niet toch? Wie je even mijn buik inhouden, dat is wel belangrijk.